Het is vrijdagavond. In Brabant brandt nog licht, maar dat moeten ze zelf weten. Hier kruipen de mensen bij het geflakker van een olielamp of knijpkat bij elkaar en nestelen zich naast het warme vee in hun leushoes. In blijde afwachting op wat komen gaat. Op dat ene moment in de week dat ze even de ellende van alle dag kunnen vergeten. Dat diep gekoesterde gevoel van thuiskomen bij Do. Wel nu, beste tukkers, hier is ze dan. Misschien wel voor de laatste keer. Do. Dank, dank, dank. En wat fijn dat we een andere voice-over schrijver hebben. Hier word ik wel blij van. Welkom allemaal bij Metro TV. En zoals ik al in de eerste aflevering van deze recap special vertelde, maakt Metro TV in iets andere vorm vanaf medio november een doorstart als maandelijks programma vol nieuw Oosters talent. Helaas zijn er kijkers die wat moeite hebben met de lagere frequentie. Er is zelfs een soort angst voor detox-verschijnselen. En voor degenen onder jullie die bang zijn voor cold turkey effecten, we hebben een speciale hulplijn in het leven geroepen en die wordt bemand door professionele zorgmedewerkers. Maar niet langer gedraald, we gaan van start. Lars, gooi de lieder er maar in. En deze keer crossen wij naar Amsterdam-Noord. En omdat Lars de hagelkogels van koning Willy nog in zijn bibs heeft, we durven niet meer zo via de Veluwe te rijden eigenlijk. Onze route loopt dus daarom vandaag via Zwolle, Harlingen en daarna nog even via Vlieland, Texel, Den Helder. En als Lars het goed heeft berekend, dan zijn dat sowieso 6 Picanto-stops. Goed voor jou, Lars. Maar goed, we ontmoeten onze gast straks in het hoofdkwartier van Excelsior Recordings. Helemaal naar Amsterdam, in ieder geval voor ons Metropool Metro TV is het een eindje rijden. Maar hij zit hier, ook de gast geweest, Tim Knol. Hoi Tim, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe is het met je? Eigenlijk wel goed. Het is druk. We zijn even drukke maanden geweest. Sinds we weer konden spelen eind mei tot nu ben ik alleen maar aan het optreden. Dus van 80 keer al op het podium gestaan. En nog met tussendoor het liedje schrijven. Ik gevonden maand allemaal opnemen, hier. Dus dat gaat wel lekker. Leuk, want waar zijn we nu voor de kijkers? We zitten nu voor het kantoor van Excelsior. Dat is plaatleer waar ik bij zit. En links hebben we het kantoor. Rechts zit dan een studio. Dus je kan hier je plaat opnemen en uitbrengen. Maar als ik het inderdaad zo hoor, heb jij niet stilgezeten afgelopen tijd? Nee, daar ben ik sowieso niet zo heel goed in. Maar ik kan zelfs wel zeggen dat het vandaag de dag misschien iets te druk is. Of geweest in ieder geval, afgelopen maanden. Dat het gewoon, je zegt tegen alles ja. Waardoor je eigenlijk een beetje te veel doet. En soms 2-3 showtjes op een dag. En dan heb je het over optredens in tuinen bij mensen. Weet je wel, kleine theaters. Maar ook vorig jaar bijvoorbeeld bij jullie dan voor 30 man in een livestream. Ja, dat zijn allemaal dingen die je gewoon... Je doet alles. En dat is af en toe make too much. Livestreams, heb je daar bijvoorbeeld veel van gedaan? Naast alle tuinhuisconcertjes? Ik heb een keer of 4-5 een stream gedaan. En de ene was leuker dan de ander. In de zin van, als er publiek bij zit, is het echt leuker. Dan heb je gewoon toch wat meer interactie. En dan kun je een beetje spelen met het publiek in de zaal, maar ook... met de mensen thuis. Maar als je echt voor een webcam zit zonder publiek, dat vond ik wel echt lastig. Je merkt dan toch dat je wat minder gaat vertellen of zo. En dat je wat meer liedjes gaat spelen. Dat je wat introverter wordt. Geef mij maar gewoon een livestream met hem. Al zitten er maar 10 man, dan is het al veel leuker. Maar het gekke is dat je in deze anderhalf jaar... Je hebt natuurlijk nog nooit zoiets meegemaakt eigenlijk zoals dit. Maar ook niet qua dat je van ongelooflijke ups gaat naar ongelooflijke downs. Dus van alles naar niets. Dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Het altijd gaat een beetje geleidelijk. En soms heb je een beetje dat het wat drukker is. En dan is het weer iets rustiger. Maar het is nu zo extreem. En daar moest ik wel mee leren dealen. Of nu eigenlijk juist. Right. Ja, nou, interessant inderdaad. Want we hebben al wat mensen gesproken. Vandaag is het 14 september. Weer een persconferentie in aankomst.
Er mag weer meer, zoals het lijkt. Hoe zie je dat nu? Nou, ik word er heel chagrijnig van. Het is echt ongelooflijk treurig hoe iemand als Hugo de Jonge niet doorheeft dat dit gewoon totale onzin is. 75% van de capaciteit. Hoeveel mensen gaan op jullie in? 1000? Ja, een volle bak, 2 zalen is inderdaad wel iets meer dan 1000 mensen. Ja, en als je dan 25% eraf, zie je op 750 man. En dan kun je 250 kaarten minder verkopen. Dat is echt, dan heb je het over serieus veel geld ook, wat je mist. En als je gewoon begroot op dat je wel een aantal keer per jaar in van een volle bak moet draaien om überhaupt die tent draaiende te houden en te kunnen betalen. Dit is gewoon niet realistisch. Dit kun je gewoon niet maken. En het slaat het net, voor mij slaat dit nergens op. Want als je 750 man bij jullie binnen hebt, die gaan ook heel op elkaar staan. Het is net zoals voor 12, die 12 uur blijft nog staan. Dus voor 12 gaan mensen heel netjes doen in het café of in de clubs. Maar na 12 is corona opeens, is dat opeens weg dan? Ik bedoel, het maakt toch geen reet uit die paar uurtjes extra? Ik begrijp er echt geen hol van. Het is zoiets, ja, ik vind dat echt schrikbarend naïef van de overheid. En als je dan zou kijken naar de toekomst, waar hoop je dan op? Na dit al meegemaakt te hebben? Nou, ik hoop dat we liefst voor elkaar blijven in de samenleving. Maak me toch wel een beetje angstig hoe dat nu allemaal gaat met mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ik bedoel, ik ben zelf gevaccineerd en daar ben ik ook blij om. Maar goed, als iemand dat niet wil, dan is dat ook best, weet je wel. Dan moet je zelf weten. Iedereen is er vrij om te doen. Maar ik merk wel dat er nu zoveel botst al. Ik hoop dat we daar goed uitkomen. En als we niet dit achter ons hebben liggen, hoop ik gewoon voor mezelf dat ik gewoon kan blijven doen wat ik altijd al heb gedaan. Ik hoop alleen dat het ook kan nog steeds in de popzalen waar wij allemaal zo van genieten. En van de festivals, dat die het allemaal een beetje overleefd hebben straks, deze klappen. En dat de festivalorganisatoren of directeuren van popzalen hier nog zin in hebben. Dat hoop ik wel. Want ja, het gaat niet echt heel goed. En er zijn echt veel festivals die op omvallen staan. Of al gewoon hebben gezegd van ja, dit is nu 2 jaar niet goed gegaan. En klaar. Dus je bent wel een man met een missie, denk ik. Ja, nou ja. Ja, voor zover ik daar iets aan kan toevoegen, ja. 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 Af en toe moet je het een beetje schreeuwen, denk ik, bij interviews. Ja. Nou, schreeuw het nog gewoon een keer heel hard dan. Nee, gewoon blijven komen naar de zaal als het straks weer mag. Maar ook nu, weet je wel, nu is het al, je merkt wel dat mensen bang zijn. Dat mensen toch wat minder makkelijk een kaartje kopen. Of afgelopen 2 jaar kaartjes hebben gekocht en nog heel veel vouchers hebben liggen. En niet meer zo snel. Dat merk je wel in heel veel zaal. Ik hoor dat ook wel in het circuit een beetje. Dus mensen, kom gewoon wel naar de shows, dat is belangrijk. Precies. Blijf komen. Kom terug. Act on a whim for Mr. King. In the eye of the beholder. Cracks in the wall, getting older by the day. Time keeps coming on so strong. It's the sound of loneliness ringing in my ears. Down the gutters of the past. I keep wondering if I'm still there. Wondering if I'm still there. All in time. Hold back the beat. My heart's wish. Dive in the ocean of love. Sorrow, moving with the wind, flying through the forest of life. It's the sound of loneliness ringing in my ears, down the gutters of the past. I keep wondering if I'm still there. Wondering if I'm still there. All in time.
past. I keep wondering if I'm still there, wondering if I'm still there. All in time, all in time, all in time, all in time. Dit liedje komt ook van de plaat met de Brugge's Boogeyman. Het is een liedje dat heet The Willow Garden. I was lost in the willow garden, where the fish launch you somewhere drowned in the river. Left behind her lonesome pine. Oh, that song about the willow garden, I can't get it out of my mind. Oh, you can drink of the burgundy wine. Don't end up disabled eyes. What a river red and the ice turned wet. What a shame it'll drag you down. Oh, my dear Miss Rose Connie, willow weaves for you tonight. I can't get it out of my mind. Oh, you can't drink burgundy wine. Don't end up scrambled eyes. Oh, that song about the willow garden, I can't get it out of my mind. Drink burgundy wine. Don't end up with a scabbled eye. Don't end up with a scabbled eye. Thank you. En terwijl we van Amsterdam-Noord weer helemaal terug gaan rijden richting het Verre Oosten, dan kan ik jullie nog even trakteren op een leuke track van de Nieuwe Notie. En dat was een prachtige en avontuurlijke sessie, kan ik je nog wel zeggen. Oh ja, Lars, sla die eilanden maar even over, hoor. Dat gaan we nu niet weer doen, hoor. Oh ja, de dijk bij Enkhuizen. Lijkt me een goed plan. Ik ken nog wel een pomp bij Lelystad, waar ze zelfgemaakte warme gehaktballen hebben. Is dat goed, Lars? Shout-out papa sokka voor de clip. Shout-out Seljuk voor de location. Yeah, 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 yeah. This is for all the day ones. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, ik ken die dagen, haal de vijf is bij de tulp. Visie wazig, maar dat altijd al geduld. Kom het zeiken aan mijn hoofd met je gelul. Laat me doen wat ik moet doen, yeah. Hey, altijd al dezelfde droom gehad, ik was er vroeg bij. Ik klap de beats in de les en ik nam vroeg vrij. Populaire jongen, wel verlegen, ik was toen klein. Maar vele bitches wilden slijmen in mijn kroegtijd. Rappers vragen fiets, maar ze willen geen gazellen. En hoe vaak wilde jij mijn post vroeger? Laat me tellen, dat was never. Nee, dat was nooit. Vroeger keek ik op naar je, maar nu ben je mijn pro. Ik zet je schaakmat. Ik ben een koning, ik kan elke richting opgaan. Gedreven als ik opsta en Spanje als ik opmaak. Mijn jongen heeft een 9 die die loslaat. Maar ik neem geen risico's, vandaar dat ik hem loslaat. Bang, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Zeg het vreed, geen bocht, hou het real met je. Was je met me in de garden, dan ik vier met je. Yeah, 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 yeah. Hey. Yeah, 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 yeah. Show je fake love, voel ik niets voor je. Ben je oprecht, dan weet ik bleed voor je. Hey, different day, maar the same shit. Zie je kansen liggen, dan ben ik meteen spits. Meisjes van 16 willen facelift. Opgespoten lippen, is dit echt of is dit matrix? Klap de kogel door je kerk. Hou de zwarte spiegel voor je neus en vertel me wat je ziet. Ik heb geld voor een auto, maar je ziet me op de fiets. Bang om kids te krijgen als ik kijk naar waar dit heen gaat. Maar misschien zie ik het glas wel half leeg. Pessimistisch, maar muziek maken houdt me op de been. We kijken naar verschillen, maar wat hebben we gemeen? Ik maak mijn eigen keuzes, ik zie dat jij wordt geleefd. Was een real shit, dit is lang geleden.
perfectionistisch, ik was heel lang niet tevreden. Sorry for the wait, ja het duurde even. En voor mijn day ones, bedankt dat jullie bleven. Ciao. Zeg het straight, geen bocht, hou het real met je. Was je met me in de gutter, dan ik vier met je. Show je fake love, voel ik niets voor je. Ben je oprecht, dan weet ik bleed voor je. Alright, daar zitten we dan. Kleine zaal Enschede van Metropool. Nog eventjes en dan mag hier gewoon weer staan publiek in. Hoe geweldig is dat? En ik zit hier nu met Babs, ook een van onze gasten van Metro TV. Babs, hoe is het met je? Ja, supergoed. Ja, ik heb het hartstikke druk. Ik hou mezelf wel bezig, ondanks corona. Dus het gaat goed. Fijn om te horen. En we zijn al flink aan terugblikken geweest met alle mensen die we nu al te gast hebben gehad. Hoe was afgelopen anderhalf, misschien wel twee jaar voor jou? Ups, downs? Ja, het was heel gek, want ik ben eigenlijk pas tijdens corona begonnen met het uitbrengen van muziek. Mijn eerste single kwam in januari uit. Zo lang geleden is dat niet. Dus mijn coronatijd heeft vooral bestaan uit mijn muzikale ontwikkeling als artiest ook. Ja, dat ik het gewoon zo druk kreeg en heel weinig rust voor mezelf in plande. Dat ik echt een beetje tegen een muur aanliep van... Wow, oké, ik moet wel echt even een stapje terug doen voordat ik zeg maar in een soort van burn-out terechtkom. Dus dat was wel heftig, maar daar leer je wel van. En wat was er allemaal veel voor jou? Ik denk dat sowieso structuur was een beetje weg. Normaal heb je zeg maar, ik studeer nog, dus dan heb je lesdagen en dan ga je naar de unie zeg maar, naar Artes. En dan heb je vaste tijden waarop je dingen doet. Nu mocht je dat eigenlijk soort van zelf inplannen. En je zit de hele dag achter je laptop, wat gewoon veel meer energie kost dan als je fysieke les volgt. Maar ik merkte gewoon dat doordat ik de hele dag achter mijn laptop zat, vergat ik gewoon af en toe pauze te nemen of even te lunchen, zeg maar. Dat is wel belangrijk, dat je gewoon die rustmomenten hebt natuurlijk. Ja, de lessen die ik volg of meetings die ik heb, die kunnen gelukkig weer fysiek. En dat is ook zo fijn om gewoon dat fysiek te voelen, dat contact met wat je met iemand hebt. Dat kan je niet vervangen met een schermpje. Dus dat vind ik wel echt fijn. Ik haal daar veel meer energie uit dan wanneer ik naar een scherm kijk. Dat zuigt gewoon alleen maar energie voor mijn gevoel. Staart, zeg maar. En je vertelde over eigenlijk dat jouw muzikale carrière is begonnen begin van coronatijd. Ja. Je vertelt inderdaad nu hoe het is om weer in real life met mensen weer af te spreken, het over dingen te hebben. Ja. Is dat nu ook fijn voor jou als muzikant? Dat je weer meer onder de mensen bent? Ja, 100%. Ja, en het is heel grappig, omdat ik heb het idee dat er wel veel is gebeurd of zo. Ook tijdens corona voor mijn muzikale ontwikkeling, dat ik best wel ben gegroeid. En dat je daar nu ook, dat begin je te merken. En het is dan ook heel leuk om mensen nu fysiek te zien die jou eerst gewoon alleen maar online hebben gezien. Dat is een hele andere sfeer ineens die je dan hebt bij mensen. En dat is wel heel leuk. Welk verschil merk je dan? Ik denk van mezelf dat ik zekerder ben geworden dan ik was. Dus waar ik misschien een soort van eerst een beetje zo, ja, een beetje achter mijn laptop kon verschuilen. Dat ik gewoon nu meer zelfverzekerd ben en open met mensen kan kletsen die ik dan een keertje fysiek zie. Dat is bijvoorbeeld een verschil. Dat merk ik wel. Ja, een beetje brutale vragen ook andere mensen gesteld. Hoe was het financieel voor jou te doen? Want je bent student. Ja. En opkomend artiest. Ja. Ja, ik heb dus geluk dat ik student ben, want ik kan lenen en dat heeft me wel een beetje gered. Als ik alleen artiest was geweest, dan was het heel moeilijk geweest, want ik ben dus net begonnen, dus ik heb echt nog niet heel veel inkomens, zeg maar. En er waren natuurlijk ook weinig shows en dat is waar je als artiest natuurlijk aan kan verdienen. Dus ja, als ik geen opleiding had gedaan, dan was het zwaar geweest, maar gelukkig... Gelukkig kon ik studeren, ook in de tussentijd. Even kijken, terugblikkend naar de livestream. Want daarom zijn we natuurlijk ook hier, ja. Metro TV. Wat kan je nog herinneren van jouw show toen? Ja, ik vind dat heel grappig. Want ik zei het net ook al, maar dat was eigenlijk de eerste keer spelen met de band. Als Babs.
En ik weet nog heel goed dat ik compleet buiten adem was. Omdat ik helemaal niet realiseerde dat dat zo fysiek ook echt zo'n inspanning zou zijn. Ik was compleet buiten adem. En wat ik natuurlijk merkte is dat dat er een camera op je staat gericht. Gewoon de hele tijd. En dat is best wel gek. Maar tegelijkertijd had ik met de band nog niet per se gespeeld voor publiek. Dus het was hoe dan ook nieuw geweest. Dat is eigenlijk de vraag die ik iedereen heb gesteld. Waar hoop jij op voor de toekomst? Ik vind het heel belangrijk dat er genoeg representatie is in de maatschappij en in de muziekindustrie. En ik hoop dat ik als ik artiest kan groeien, dat ik ook een stukje representatie op me kan nemen. Dus als vrouwelijke producer in die rol, dat ik misschien jonge meiden kan inspireren om dat ook op te pakken. Dat zou echt wel mijn ultieme wens zijn. Wauw, heel mooi. Dank je wel. Jij bedankt. Het liefst ben ik steeds onderweg, maar die wegen zijn leeg en ik zit hier nog steeds. Ik voel me niet slecht, kan alleen maar mijn best doen, stress laat ik niet toe. Ik ben liever een optimist, daar kleed ik op, houd me zoeter dan dubbel fris. Ik weet niet wat het antwoord is, maar zie zelf door die tunnel wel een straatje licht. Vanaf nu, ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Vanaf nu, en elke dag zit ik vast aan die buis. Ja, vanaf nu, ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Vanaf nu, en elke dag zit ik vast aan die buis. Ik zie dezelfde vier muren, elke dag moet niet langer duren. Rutte op de buis, vertellen wat niet mag en niet kan. Dat is een hoop macht, man, pandemie, moe. Wist ik het toen, kon ik er nog niets aan doen. Stevig sta ik in mijn schoen, kijk er naar toen. Houd ik er vast, hou ik vol, er wordt getikt. Ze zijn bezig, dus mijn optimisme is aanwezig. Mijn rug op met die negativiteit, straks staan kop in het middel van de zij. Pandemie, moe, ben er elke dag, maar ik wil naar huis toe. Pandemie, moe, en elke dag zit ik vast in die buis. Ja, pandemie, moe. Elke dag, maar ik wil naar huis toe. Wat een wie, en elke dag zit ik vast in die buis. Vast in die buis, ja. Vast in die buis, vast in die buis. En elke dag zit ik vast in die buis. En elke dag, maar ik wil naar huis toe. Dit is voor al onze helden, die hun handen voor ons vervelden. Pandemie moedig, die artsen werken voorspoedig. Met hitte onder de voeten, toch blijven ze koelbloedig. Ik sta niet achter elke keuze, toch door woorden ook pas neusen. Ik had het niet beter en even serieus, doe het echt anders. Of was er geen keuze, was er geen kennis. Dat de pandemie toch vrij nieuw is, iedereen overal even benieuwd is. Hou hoop dat het straks voorbij is, tot die tijd. Ben ik pandemie, hoe? Elke dag, maar ik wil naar huis toe. Pandemie, elke dag zit ik vast aan die buis. Ja, pandemie, en elke dag, maar ik wil naar huis toe. Pandemie, elke dag zit ik vast aan die buis. Vast aan die buis, ja, vast aan die buis. Vast aan die buis. Ik zit vast aan die buis. Thuis voelt niet meer als thuis. Ik zeg over en uit, over en uit. Laat niemand je vertellen wat je waard bent. Niemand heeft iets te zeggen over je aard. Laat niemand je vertellen wat je waard bent. Niemand heeft iets te zeggen over je. Laat niemand je vertellen wat je wil. Het enige wat telt is je eigen oordeel. Meningen die hebben ze veel. Het enige wat blijft is je eigen oordeel. Laat niemand je vertellen wat je waard is. Wie je bent, wat je doet, is wat jij beslist. Wie je keuzes maakt, dat is er maar één. Als je nee zegt, dan is het ook nee. Nee is een nee en het nooit iets anders. Ik zal het blijven zeggen tot mijn nee verankert. Nee, ik hoef niets van jou vanavond. Ik ben hier met al mijn power, vrouw. Nee is een nee en het nooit iets anders. Ik zal het blijven zeggen tot mijn nee verankert. Nee, ik hoef niets van jou vanavond. Ik heb jou niet nodig, ben een power, vrouw. Zet erop. De grote ronde van Nederland is klaar. Terug naar de studio. En zoals Do net al zei. Het zit erop wat betreft onze terugblik special van Metro TV. Bedankt voor het kijken en bedankt voor al die reacties die we afgelopen anderhalf jaar mochten ontvangen.
Vergeet niet dat we ergens in november dus in pracht en praal een machtig mooie Dorpsstad gaan maken. En hou onze socials daarom ook in de gaten. Voor nu, ik zeg het voor de laatste keer. Stay healthy, stay clean en rock this mean livestreaming machine. En namens het hele Metro TV-team en Lars. Ajuu!